de gezondheidszorg. Iedereen houdt zich van, hoe gaat dit? Alsof John de Mol en iedereen bij Talpa denkt, weet je wat? We doen gewoon, we zetten 50 uur, zetten we 100 paren bij elkaar. Die zoeken het maar uit met elkaar. We doen niks aan mensen die problemen hebben. We hebben geen dokters eromheen. Jongens, flikker dat maar die dansvloer op. Nee, daar is tijdenlang over nagedacht. Er is nagedacht, hoe gaan we dat doen? Wat hebben we eromheen ingericht? Hoe gaan mensen rust krijgen? Welke fysiotherapeut hebben we? Nou ja, kan ik wel vertellen. Maar we hebben de man die de medische captain was van het geheel ook even gesproken. Kijk, dit zijn misschien heftige beelden op de tv, maar mensen herstellen meestal binnen een dag. Er blijft wat spierpijn en vermoeidheid over, een paar nachten goed slapen en een paar dagen goed eten en drinken. En de klachten die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Als je mensen goed begeleidt, ja, dan kan er eigenlijk niks misgaan. We hebben een team van 5 artsen, 26 fysiotherapeuten, 16 EHBO's en nog een heleboel andere deskundigen. Ja, en wij hebben ons middels protocollen en ervaring heel goed voorbereid. Ja, wij hebben ons geen enkel moment zorgen gemaakt.